Hallo. Je weet waarschijnlijk dat Israël afgelopen zondag een stuk woestijn heeft teruggegeven waar ze 15 jaar lang de baas zijn geweest. De Sinaï-woestijn, die nu weer helemaal van Egypte is. Maar andere gebieden die 15 jaar geleden zijn veroverd, zoals de westelijke Jordaan-oever, die wil Israël per se niet teruggeven aan zijn buurlanden. Op die westelijke Jordaan-oever is het al een paar weken achter elkaar onrustig. Om de havenklap breken er relletjes en opstootjes uit. De Palestijnse bevolking protesteert tegen de Israëlische bezetting en niet alleen volwassenen doen daaraan mee. Steeds meer zijn het juist de jongeren en de kinderen die protesteren. Ook vandaag was dat weer zo. Palestijnse scholieren op de westelijke Jordaan-oever gooiden met stenen naar Israëlische soldaten. Die schoten en daarbij raakten twee scholieren gewond. En zo is geweld voor de kinderen op de westelijke Jordaan-oever langzamerhand de gewoonste zaak van de wereld geworden. Eigenlijk zijn het alleen de hele kleintjes die niet meedoen. Zij weten nog van niets. Maar oudere kinderen hebben al een grondige hekel leren krijgen aan de Israëli's die hun land bezet houden zolang als ze zich herinneren. En steeds meer hebben ze het gevoel gekregen dat die bezetting blijvend is. Dat Israël nooit meer zal weggaan van de westelijke Jordaan-oever. Daarom zijn de Palestijnse jongeren steeds vechtlustiger geworden. Neem nou Suhel Ahmad uit Bethlehem. Hij is gewond geraakt aan zijn hoofd toen hij tijdens een demonstratie geraakt werd door een Israëlische traangasgranaat. Hij liep een schedelbreuk op, moet nog een paar keer geopereerd worden en haat sindsdien de Israëli's. I must kill them. They nearly killed me. Suhel's vader probeert hem tot andere gedachten te brengen, maar dat niet lukt, kan hij best begrijpen. Mahmoud Hassouna werd ervan verdacht dat hij een Israëli had proberen te vermoorden. 3 dagen later kwamen Israëlische soldaten midden in de nacht, joegen Mahmoud's familie hun huis uit en bliezen het op. Mahmoud's moeder zegt, ik spoor mijn kinderen nu aan om wraak te nemen. En ik hoop dat God de Israëlische regering verwoest zoals ze mijn huis verwoest hebben. Het gebeurt regelmatig dat de Israëlische regering land afneemt van de Palestijnen, omdat ze dat dan zelf nodig hebben voor hun leger of voor hun eigen dorpen. Dat lokt vaak protesten uit van de bevolking en daar wordt steeds harder tegen opgetreden. De Israëlische regering en de soldaten proberen zo de onrust op de westelijke Jordaan-oever de kop in te drukken. Maar het lijkt erop alsof ze er juist het omgekeerde mee bereiken. Er wordt steeds vaker en steeds harder gevochten. De Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever willen al jarenlang zelfbestuur. Een eigen Palestijnse staat. Maar daar wil Israël nog steeds niets van weten. En daarom zal het op de westelijke Jordaan-oever nog wel onrustig blijven. In een heleboel gebieden van Nederland praten kinderen behalve Nederlands ook de taal van hun geboortestreek, dialect. Op school mocht dat nooit. In de laatste 3 jaar heeft men proeven genomen met praten in dialect op de basisschool. Over deze proeven is van de week een boek verschenen. Jullie denken natuurlijk dat ik in het buitenland ben, maar dat is niet zo. Wel een eind weg, helemaal in Zuid-Limburg in Kerkrade, op de Zondschool. De meeste mensen in de buurt van Kerkrade praten thuis, op hun werk en in hun vrije tijd dit dialect. Alleen de kinderen, die mochten het niet op school. Ja, ze deden het wel op het speelplaats, maar kwamen ze in de klas, dan was het afgelopen met het dialect. Nou, hier op de Zondschool mogen de kinderen nu wel in dialect praten en dat vinden ze heel erg fijn. Zeg, waarom vind jij het zo prettig om in dialect te praten? Omdat ik heb het thuis geleerd van mijn vader en moeder. Praten jullie thuis altijd in dialect? Ja, met de hele familie praat bij ons thuis het dialect. Wat vind je nou makkelijker, in het dialect te praten of in het Nederlands? In het dialect, omdat ik dan beter kan zeggen wat ik bedoel. Wat bedoel je? Nou, omdat als ik iets zeg in dialect, dan kan ik veel beter me uitdrukken bij iemand en zeggen van dat en dat. En dat kan ik in het Nederlands dan niet zo goed.
Schrijf je ook in dialect? Nee, in Nederlands schrijven. Dus jullie praten in het dialect en jullie schrijven in het Nederlands? Ja. Toch is het niet zo dat er op school alleen in dialect gepraat wordt. Jongens, we ruimen op. Roger, Evelien, pak je de boekenweerverkenning. Ja, deel die uit. Eerst praat u in dialect met de kinderen, nu praat u weer Nederlands. Waarom praat u eigenlijk sowieso dialect met de kinderen? Nou, we zijn er een jaar of drie geleden achtergekomen dat deze kinderen eigenlijk nauwelijks leuke verhaaltjes konden vertellen in de klas. Op speelplaats te kletsen je de oren van het lijf af. Maar dat was in dialect. En in de klas, ja, zei ze eigenlijk nauwelijks iets over. Stille kindertjes? Nou, het waren geen stille kindertjes, maar ja, ze konden volgens mij hun ei niet kwijt. Ze konden niet precies vertellen wat ze wilden. En toen hebben we geprobeerd om het minder dialect, om de kinderen dialect te laten spreken. Nou, en toen bleek opeens dat het werd veel beter. Maar u praat niet alleen dialect met ze, want net hoorde ik dat u Nederlands met de kinderen praat. Ja, dat klopt. Dialect is een hulpmiddel, maar wij geven gewoon les in het Nederlands. Nou is er dat boek uitgekomen waarin jullie ervaringen staan van dialect op school in de afgelopen 3 jaar. Denkt u nou ook dat als mensen dat lezen in Nederland, dat ze dat ook op school zullen gaan doen? Want er wordt natuurlijk niet alleen dialect in kerkraden gesproken. Er zijn natuurlijk heel veel plaatsen in Nederland waar dialect gesproken wordt. Nou, ik hoop inderdaad dat ze op scholen tenminste, dat veel leerkrachten dialect zullen gaan gebruiken als hulpmiddel om te komen tot een beter leren praten in het Nederlands. Ik heb echt wel heel veel positieve ervaringen met kinderen die echt opgelucht zijn dat ze eens een keer iets hebben kunnen zeggen. Ik heb wel eens een uitspraak gehoord van een kind van: God, ik ben vroeger dat ik een schet aan kunnen zagen. En dat betekent dan zoveel als: God, wat ben ik blij dat ik eens iets heb kunnen zeggen. Ja, we kijken nog even naar het weer van morgen. Nogal wat bewolking met af en toe een beetje zon en het blijft vrijwel overal droog. De middagtemperatuur is aan de kust een graad of 10, in het zuiden ongeveer 14 graden. Dat was het weer, tot morgen. Dag.